Afgelopen jaren hadden we natuurlijk Tugba Karademir uit Turkije. Die is er niet meer bij. Dus inmiddels is er een nieuwe lichting Turkse schaatsers ontstaan. En één daarvan is Birce Atabey. Die dus wel voor de tweede keer bij het Europese kampioenschap is. Want Tugba die was zo goed dat ze top 10 scoorde. Birce Atabey was vorig jaar 30ste op het Europese kampioenschap. Is 18 jaar oud. En gaat schaatsen op een tango. Ik neem aan, Jeroen, dat Tugba gewoon gestopt is naar het Olympische seizoen. Ja, Tugba is gestopt. Ja. Die is er heel lang bij geweest en die gaat nu andere dingen doen. Ja, die was denk ik ook tweede helft 20 inmiddels. Axel uit passen gesprongen. Ingesprongen zweefpirouette met de zogenaamde donutversie. De laatste positie komt er niet helemaal mooi uit. Maar goed, ze probeert het dus om die hogere levels te halen. Dat was voor Turkije Birce Atabey, de opvolger dus van Tugba Karademir. Maar ze heeft natuurlijk nog lang niet het niveau van die Karademir, want ja, die was echt goed. Die schaatste top 10 en heel constant. Birce die staat nog aan het begin, die moet hard werken. Vorig jaar was ze 30ste op de Europese kampioenschappen. Ze heeft ook WK Junior geschaatst. En daar was ze niet, ook niet in de top 30. Ze traint in Kocaeli in Turkije. Turkije timmert aardig aan de weg. Ze hebben volgende week een groot internationaal toernooi. De Universiade in Erzurum, helemaal in het oosten van Turkije. En het is echt ook een schaatsland in opkomst. En ook deze Birce, het was niet vlekkeloos natuurlijk, maar echt een schaatster met potentie hoor. Ja, ze traint dus gewoon in Turkije bij Rana Belkis Gürkmen. Hier even kijken naar die loots. Ja, prima. Zou wel eens gegeven kunnen worden. Ja. Toch, deze is op een kwart. Ja. Het is misschien under rotate, misschien dat ze hem nog net geven. Een grensgevalletje. Salchow was heel zonde. Was overdraaid. Hield hem niet meer. En Axel ook heel jammer. Is eigenlijk heel goed afgesprongen vanuit passen, vanuit transities. Het is goed, denk ik, dat ze voor die moeilijke sprongen gaat. Want als je ze niet doet tijdens een wedstrijd, ja, dan leer je het natuurlijk ook gewoon nooit. Je moet onder druk kunnen presteren en gewoon ervoor gaan.
Als je op safe gaat, zoals dus Clara Peters deed, ja, dan krijg je ook de punten niet. En je moet een keer door die barrière heen. Het is belangrijk om te attackeren. Dan is het op dit niveau denk ik niet zo belangrijk of je dan in het tweede jaar voor je EK of je dan wel of niet de finale haalt. Als je voor je eigen gevoel en op je eigen niveau maar een goede prestatie neerzet. Absoluut, dat is het belangrijkste voor deze landen, kleinere schaatslanden. We gaan kijken of zij kans heeft om richting die finale te schaatsen. We hadden het al even, 40 punten zal waarschijnlijk ongeveer de grens zijn. Nee, ze komt onderaan op dit moment 30,50, nog onder Clara Peters. Ja, ze heeft 2 punten aftrek. Dat betekent waarschijnlijk dat die Solshoff misschien ook wel als een val. Dat zou kunnen, want wanneer rekenen ze een val? Als je meer dan je schaatsen nodig hebt, dus andere ledematen, om op de been te